Voor Noord-Holland zijn warmtenetten noodzakelijk voor een duurzame energievoorziening. En er zijn natuurlijk al heel veel goede initiatieven, maar je ziet ook dat de praktijk weer barstiger is. En daarom moeten we er samen wat aan doen. Belangrijk is dat de knelpunten worden opgelost. De landelijke kaders en de wet en de regelgeving zijn nog veel te vaak een belemmering voor de warmtetransitie. En de provincie zet zich in om die knelpunten op te lossen en onder andere te agenderen bij het Rijk, bijvoorbeeld via het IPO. We moeten ook kennis blijven uitwisselen. Goede en slechte voorbeelden, delen, nadenken over creatieve oplossingen. En het servicepunt Duurzame Energie kan in Noord-Holland daarbij behulpzaam zijn. Zie het aanleggen van de warmtenetten ook niet als een aparte opgave. Kijk naar integrale oplossingen. Voor een warmtenet moet namelijk worden gegraven. En daar kunnen misschien wel interessante, slimme combinaties worden gemaakt, bijvoorbeeld met de aanpassingen aan het riool. En investeer ook in de bewustwording van de inwoners. Informeer inwoners over de mogelijkheden en de keuzes die er zijn. Kortom, stimuleer ook de vraag naar duurzame energie.